zij zijn die moeten we steunen en de curfew moet opgeheven worden. Dan de heer De Mesmaker voor 1 minuut. Meneer Haan, ik heb aandachtig geluisterd naar wat u gezegd heeft, maar ik moet me aansluiten bij de vorige sprekers. De realiteit is dat het Turkse leger Koerdistan herschapen heeft in een oorlogsgebied en in een bloedbad. Het geweld raast willekeurig door de Koerdische dorpen. Hele wijken worden met de grond gelijk gemaakt. Inwoners wachten in hun schuilplaatsen tot het geweld stopt. En op straat liggen de lichamen. En in essentie is dit geweld het gevolg van het groeiende autoritarisme van Erdogan en van zijn partij. Zijn prioriteit is niet de strijd tegen IS. Zijn prioriteit is de absolute macht en de strijd tegen de Koerden. En de westerse bondgenoten, die houden zich stil. Geen kritiek, geen veroordeling. We hebben Erdogan nodig om de vluchtelingencrisis in te dijken. En daarom, meneer Haan, ben ik beschaamd. Diep beschaamd. Omdat de Europese Unie zijn ruggengraat niet durft te rechten om de Koerdische burgers te verdedigen, om ze te beschermen. Dit oude, trotse volk in de regio, de enige betrouwbare bondgenoot in de strijd tegen IS, krijgt een mes in de rug. En ik wil weten wat de Europese Commissie zal doen. De toetredingsgesprekken worden hervat. Maak een prioriteit van de bescherming van minderheden. Maak er een voorwaarde van. Ik dacht dat de geschiedenis ons geleerd had dat zwijgen nooit de goede keuze is. Dank u. De volgende redner. Volgende spreker, Alexander Graaf Lambsdorff voor de ALDE. U krijgt 2 minuten. Dames en heren, lieve voorzitter, de situatie in Zuidoost-Turkije is verschrikkelijk. Dat is hier goed beschreven. Het is duidelijk een oorlogsgebied. De Turkse regering